Goedemiddag en welkom bij Mensbrugge en Verschelde, de podcast en videocast vanuit de wandelgangen van de Wetstraat. Goedemiddag, ik ben Ellen Rutte. Tim van der Mensbrugge, ik heb gezien dat jij in een blauw hemd hier zit vandaag. Is dat een speciale geste aan de Open VLD? Ja, voor? Ik ben ook een liberaal. Hè. Ah, ik ben ook een VLD, maar wel een liberaal. Oké. Dat is nog iets anders. Goed, vandaag een speciale dag voor jullie, denk ik dan, want je hebt een nieuwe website gelanceerd waarop dat jullie het congres, of eigenlijk de aftrap voor het congres geven. Leg eens uit wat de bedoeling precies is. Wel, dat is heel simpel. We zien de wereld veranderen en iedereen voelt dat ook elke dag, denk ik. Jullie voelen dat in de media, mensen in de economie voelen dat. Hè. Je hebt digitalisering, globalisering en vaak hele disruptieve storingen in de economie. Mm-hmm. Storing. En dat gaat positieve evoluties, nee? Wel, zeker positief, dat is wat wij ervan willen maken. Ja. Maar je voelt toch wel dat die verandering er is. En dan kijk je daar als politiek naar, dat is het eerste. En dan zie je dat aan de linkerzijde mensen heel erg bang worden gemaakt voor die veranderingen in de economie. Hè. Mm-hmm. Het feit dat je met nieuwe economieën zit, zoals de Ubers, de Airbnbs, maar ook doodgewoon het mogelijk maken van nachtwerk bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of het concept van havenarbeid zodanig eng interpreteren dat we zelfs geen enkele logistieke speler nog kunnen hierhouden. En die simpelweg over de grens gaan om ons eigen pakjes te bezorgen. Hè. Mm-hmm. Dus ik zeg altijd met een boutade, de Hollanders lachen zich te pletteren, want wij bestellen 's avonds een pakje op internet, dat ligt hier de volgende morgen in onze bus, maar zij plukken er wel de vruchten van. Dus de linkerzijde maakt mensen heel erg bang voor die economische wijzigingen en de, laten we zeggen, extreem rechtse zijde maakt mensen bang voor maatschappelijke veranderingen. En die maatschappelijke veranderingen die zijn er ook. Onze samenleving wordt steeds meer divers. Je houdt de kerktoren niet meer in het midden, hè, als ik dat zo mag zeggen. De wereld verkleurt, verjongt, vervrouwelijkt. Er komt steeds meer diversiteit. En daar krijg je dan een extreem rechtsdiscours wat eigenlijk zegt, nee, buiten. We willen nu niet zien. En dat zijn twee verkeerde reflexen, angstreflexen. En dat is tegenovergestelde van wat liberalen moeten doen. Dus je zult het met mij compleet eens zijn. Je moet als liberaal, dat is een blauw hemd. Ze gaan op het einde een lidkaart hebben. Hè? Ja, ik heb een blauw kleed aangedaan, maar zo in het oog springt als dat van u is het nog niet. Bewust maar zeer, zeer donkerblauw. Ja, dat gaan we straks, daar gaan we straks over hebben. Maar goed, liberalen zitten daar een positief verhaal tegenover. Ja. En dat positief verhaal is, hoe maken wij van de verandering die er is, hoe maken we daar ook verbetering van voor mensen? Dat is een uitgesproken positieve keuze. Dat zit in ons DNA en daar gaat dit congres over. Dat is de eerste ook positionering en lijn. Dit zit in ons DNA. En de boodschap is zeer duidelijk. Dit wordt positief. Twee, en je kan dan, moeilijk zeggen, vleugels dan terug, moet dit jullie terug vleugels geven? Of hoe moet ik dat zien? Wel, onze boodschap als mensen hebben vleugels. We hebben ook goesting in de toekomst. En dit maken we nu concreet. Hoe zorg je ervoor dat die veranderende toekomst, dat die ook een verbetering wordt? En dat doen we door mensen sterk te maken. Je moet ook niet denken dat dat allemaal vanzelf komt. Iedereen heeft een talent, iedereen heeft een eigenschap waarmee dat je volle bak vooruit kan gaan. En hoe zorgen we ervoor dat die naar boven komt? Twee is ook in de methode. Ja, politici zitten vaak in een ivoren toren. En het is heel gemakkelijk om in de veilige wetstraatcoulissen te zeggen, ja, de economie verandert en passen jullie je maar aan. Maar wij, politici, wij gaan het nog eens op de oude, traditionele manier doen, alsof wij nog de waarheid in pacht hebben volledig en ook nooit eens op onze bek durven gaan. Dus wij zeggen als partij zeer duidelijk, we gooien ramen en deuren open en als we het menen met die veranderende wereld, ja, dan moet je ook mensen inspraak geven en laten participeren. Ja. En dat is de boodschap van vandaag. Dus iedereen kan een voorstel indienen? Iedereen kan een voorstel indienen. Er zijn een paar voorwaarden toch wel. Eén, ik vind als je een voorstel indient, moet je je ook kenbaar maken. Mm-hmm. Voorstellen indienen onder een anonieme naam, dat vind ik gewoon een beetje laf. Hè. Dat heeft geen zin. Dus je moet je kenbaar maken, dat is de eerste voorwaarde. Goed. Maar je moet geen lid zijn. Nee, ja. Je kan perfect dus wij kunnen liberaal zijn zoals Tim. Dus ik mag een lineaire belasting
voorstel rond 15% bijvoorbeeld. Een vlaktaks. Een vlaktaks. Dat mag je zeker voorstellen. Ja. Fantastisch. Tweede voorwaarde is dat je het gewoon kan kaderen. Het moet wel binnen het thema een beetje kaderen. Hè. Mensen sterker maken en we waken af in de economie die verandert. Ja. De manier waarop we aan politiek doen en dus opnieuw sterker burgerschap moeten claimen. Dat maar bijvoorbeeld zo'n vlak, als Tim nu zegt, ik wil vlaktaks 15%, kan dat? Dat kan. Ah ja. Ja. En als dat dan een meerderheid krijgt in uw congres, wat dan? Wel, als je daar voldoende steun voor vindt op ons forum, dan wordt die stelling besproken op ons congres. En ook dat is nieuw, hè. Ja. Geen traditioneel congres met amendementen over alleen met comma neukerij, nee. Dan vraag ik dat Tim bij ons de micro krijgt, in het midden van die zaal gaat zeggen waarom dat hij een vlaktaks van 15% een goed idee vindt. En dan moet hij de zaal overtuigen. En uiteindelijk, aan het eind van de rit, voor het open VLD-standpunt te worden, moeten wel onze leden overtuigd worden om het te stemmen. Ja, het zijn de leden die stemmen. Maar oké, pak nu dat een zekere J.M. de Dekker uit Oostende voorstel in, of heel zijn programma indien bij jullie. Is er geen gevaar dat uw partij gekaapt wordt? Of, dat zou dan getuigen van een angstreflex, hè? Namelijk oei, wat als. Hè? Die wat als is dan maar heel negatief. Hij mag, hij mag dat zeker doen. En ik ben ervan overtuigd dat de goede ideeën dan opgenomen worden. En de minder goede ideeën, daar is het dan ook de verantwoordelijkheid van al onze mensen, alle open VLD-politici, om te argumenteren waarom sommige ideeën helemaal niet goed zijn. Om al een tegenargument te geven. Wij denken bijvoorbeeld, als je in de personenbelasting al eens kan gaan naar 3 tarieven, namelijk 0, de vrijstelling, 25, de eerste trap, en dan 40 of 45, hè, de derde trap, dan heb je een faire belasting in de personenbelasting. Dat was wat jullie in de taxshift niet gekregen. Dat hebben we wel gekregen, want we schrappen... Ja, er zit nog van alles tussen. Nee, zeker niet. We schrappen in deze taxshift de schijf van 30% en we trekken de schijven van 40 trekken dus we op. Dus moet niet meer voorgesteld worden. Wel, er moeten er nog een paar geschrapt worden, je hebt wel liberalen nodig, want niet zo lang geleden hebben we de schijf, hou je vast, hè, van 55% geschrapt, van 52,5% geschrapt. Nu schrappen we de schijf van 30 en we breiden die van 40 uit. Dus we gaan heel doelgericht in de richting van zo'n drie-schijven-systeem. En als ik dat er nog mag aan toevoegen, dat is ook onze filosofie als het over belastingen gaat. Dat vind ik eerlijk. Als je werkt en je bent iemand die onze samenleving draagt, hè, wat twee verdieners heel vaak zijn, ja, dan loont het ook de moeite om daar zelf iets van over te houden. En dan geef ik je alle vrijheid om dat geld zelf te kunnen besteden. Aan nieuwe taxen. Nee, die kan je perfect vermijden. Ja, de factuur. Ja, over die taxen gesproken. Ik heb wel het gevoel dat zowel federaal als Vlaams, dat er een communicatieprobleem is op zijn minst. Jullie zijn eigenlijk voor het eerst sinds mensenheugen is een centrumrechtse coalitie die eigenlijk van in het begin gezegd heeft, ja, we gaan toch eens iets doen aan die belastingsdruk. En hij, netto heeft de burger nu minstens het gevoel van, oei, ik word hier langs alle kanten gepakt. Ik begrijp het gezond verstand van Vlaanderen, dat zegt eerst zien en dan geloven. Hè. Dat begrijp ik, dat is de Vlaamse nuchterheid en ik zeg ook, je zal dat ook zien. Maar... Mm-hmm. Wat we doen, is eigenlijk een systeem en dat jarenlang gegroeid is op zijn kop zetten. Wij kiezen ervoor om je netto op je loonbriefje meer te geven. En daarnaast heb je ook de verantwoordelijkheid om daar zelf over te beslissen wat je doet. Maar dan zeggen we als overheid heel duidelijk, tabak is niet goed voor de gezondheid, alcohol is niet goed voor de gezondheid, diesel, vandaag in het nieuws, hè, foetussen in de baarmoeder hebben al de negatieve effecten van fijnstof. Allee, goed, we weten dat, ik wil dat niet op mijn geweten hebben, hè. Ik ga dat niet doen, ik ga niet de politica zijn die zegt, ik ben hier nu een aantal jaren in de top van de politiek geweest en ik heb gedaan alsof ik het niet zag. Nee. Er zijn anderen geweest die gezegd hebben, we wisten wat er moest gebeuren en we hebben het niet gedaan. Wel kijk, hè, ik sta in de politiek en ik zeg, ik weet wat er moet gebeuren en ik doe het ook. Okay. Misschien niet van de ene dag op de andere, maar de richting is zeer duidelijk. En kijk, een vraag ging over perceptie. Ja, maar... een site zoals mijntaxshift.be, ik weet niet of je, ik hoop dat je er al op geweest bent. Ja. Maar ik zit ernaar te kijken en denk, met welk simplisme is dit hier samengesteld? Wie heeft dat nu weer bedacht? Wel, als je allerlei andere sites ziet komen... die waren even slecht. De site van ACV was even slecht. Even poesadistisch, maar... Ja. Maar ik vul dat in en ik weet dat dat niet klopt. Want ik heb zelf een statuut van zelfstandige, dus ja... Ja, maar ook voor de zelfstandige is er een trendbreuk, want de sociale lasten... Dat wil ik gerust geloven, maar dat zit niet in die tool, hè?
Wel, je tool is toch op zijn minst, ik zou bijna zeggen, amateuristisch? Wel, ik ga daar geen uitspraken over doen, omdat ik echt wel denk dat het debat gevoerd wordt op een manier, maar dat we een wijziging moeten doorvoeren in hoe we met belasting in ons land omgaan. Ja. En we zorgen ervoor dat als je werkt, dat je meer overhoudt, maar tegelijkertijd dat die overheid heel duidelijk aangeeft, tabak is slecht voor je gezondheid, alcohol is dat ook, diesel is dat ook, een aantal suikerhoudende en aspartaamhoudende frisdranken helpen je gans gebied om zeep. Kijk, maar zijn jullie de perceptieoorlog aan het winnen of aan het verliezen? Maar dat zal de tijd uitwijzen. Hè. Ik hoef geen perceptieoorlogen te voeren op een week tijd. Maar zo'n turteltax, dat doet toch pijn? Wel, om te beginnen is dat het opruimen van een stort. Eigenlijk een schuldenberg uit het verleden. Een stort van de socialisme. Ik hoef het daarom niet... Mij gaat het er niet om van wie het komt, het ligt er en het stinkt. Mm-hmm. Zo simpel is het. En dus, die schuldenberg is er. En elke Vlaming begrijpt, denk ik, perfect dat als er schulden zijn, dat je op die schulden rente betaalt, dat dat alleen maar aangroeit en dat we op den duur belastingen moeten gaan innen en dus jij die gaat werken het leven zuur moeten maken om de rente op de schuld te betalen. Allee, dat is weggesmeten geld. Daarmee maakt het de banken rijker, om het in de woorden van de socialisten te zeggen. Want we betalen alleen rente af. Kijk, ja. Allee, dan zeg ik, je moet als politicus ook lef hebben en die moet ook tonen om op een bepaald moment te zeggen, dit klopt niet en we kuisen dit op. En dan kunnen we misschien in dit land naar een energiemarkt gaan die eerlijk is, die transparant is en die u heel duidelijk de keuze geeft, zodat je van weet, dit is mijn keuze als vrij individu en ik draag er ook de consequenties voor. Wat dan nu gebeurde was, dat je eigenlijk moest zeggen, oh, het leven is mooi en gratis, maar als ik achter mij kijk, dan ligt er daar een schuldenberg die alleen maar de banken rijker maakt. Ik vraag me af hoe sommige socialisten dat uitleggen. Die turteltax is nu toch ook zodanig gevormd dat ten eerste eigenlijk bijna geen sociale correcties zijn en dat je ook... Dat je ook niet kunt zeggen van, ik ga minder verbruiken en minder betalen, want ongeacht je verbruik, dat bedrag komt op tafel en... Ten eerste, die sociale correcties zijn er voor het eerst wel. Je betaalt dus per aansluiting ongeveer 8 euro per maand. Mm-hmm. En daar spreken we over. Maar we geven voor de meest kwetsbaren een korting van 75%. Dus waar hebben we het over? Over 2 tot 2,5 euro per maand. Mm-hmm. Ja? Dat een sociale correctie van 75% voor de meest kwetsbare gezinnen, wel, dat verdedig ik als liberaal echt offensief. Dat is het eerste. Het tweede is, en dat is een moeilijke, als je het aan het gebruik moet koppelen, want wat we hier doen is het opkuisen van een schuldenberg en je steekt het in het gebruik, dan krijg je een belasting op een belasting. Want dan moet je eerst het in het gebruik steken en dan komt daar nog BTW bovenop. Dus dan is de factuur uiteindelijk hoger. En dan moet je een keuze maken. Je wil dit oplossen. Je wil naar een eerlijke energiemarkt gaan. Ja, dan doe je dat best op deze manier. Want anders betaal je belastingen op belastingen en dat vind ik helemaal geen goed idee. Maar ik ga even blijven op de wonden duwen. Wat ik het ergste zou vinden als ik voorzitter zou zijn, is dat dat genoemd wordt naar een van mijn ministers. Een turteltax, miljarden, dat is toch... Wie is de volgende? De tongelijntax? Ja, de tongelijntax. Ja, dat is toch dodelijk voor VLD als je dat soort... Ze heeft het zelf ook geschreven, hè. Er zijn ook al turtelhuisjes. Turtelhuisjes, een maatregel die Annemie Turtelboom genomen heeft toen ze minister van Asiel en Migratie was, waarmee ze gezinnen met kinderen die uit het oorlogsgebied kwamen niet in een groot opvangcentrum zetten, maar een veilig huis gaf. Mm-hmm. Wat ook, ik weet wat een turtel betekent. Dus een veilige plaats. Ja. Maar bon, dat is toch niet goed, turteltax? Nee, maar wat Annemie... Ik hoor je coalitiepartners ook zeggen van ja, als er shit is, moet er doorvliegen. En we hebben veel te lang gewacht met dat probleem op te lossen. En nu in één keer komt dat... Dat is complete onzin. Dit komt nu niet in één keer. Dit is in de zomer beslist op de ministerraad. En de Vlaamse molen maalt nu eenmaal zoals die maalt. Mm. Als de coalitiepartners willen, ben ik de eerste om daar sneller werk van te maken. Ja. Maar dat wil zeggen dat je een tekst uitschrijft, dat die in eerste lezing komt, dat die voor advies wordt doorgestuurd en dat die daarna nog eens terugkomt. Dat is de malle molen van Vlaanderen die traag maalt. Ja? Mm.
Maar het punt dat ik wil maken is, Annemie Turtelboom is een minister die op geen enkel departement haar verantwoordelijkheid uit de weg gaat. Ze zit er, ze heeft er zelf geen enkele verantwoordelijkheid die ze erin draagt, maar ze lost het op. En noem dat dan een geuzennaam. Wat doen liberalen? We geven niet alleen meer vrijheid, we geven niet alleen meer verantwoordelijkheid, maar weet je wat, we lossen de problemen ook op. En de puinhoop die een ander achterlaat, die kuisen wij op. Dagen uit om in elk gemeentebestuur te gaan kijken, dat is nogal meer onze taak ook. Ja. Het is gemakkelijk om aan politiek te doen en uit te delen. Hè. Dat is heel gemakkelijk. En toch een gevoel dan federaal meer. Je zit in een rare combinatie, omdat Charles Michel is ook een liberaal. En ik heb het gevoel, CD&V dekt zo de linkerflank af en is de sociale beschermer. Ze hebben die rol gepakt. N-VA is de grootste, duurt van hun kant. Charles komt eigenlijk heel goed uit die coalitie en dan denk ik van ja, die Vlaamse liberalen staan daar een beetje bij en profiteren niet mee van Elan. Maar ten eerste in een coalitie zijn alle vier de partijen belangrijk. Een coalitie werkt. Maar jullie zijn wel de kleinste, hè? Dat is toch gemakkelijk. Dat is nu net het voordeel. Dat is een ongelooflijk voordeel. Ja? Ik bedoel, neem één van de vier partners weg en je hebt geen meerderheid meer. Ja. Zo simpel is dat. En of dat je nu aan die tafel zit met heel veel stemmen, of je zit aan de tafel met minder stemmen, zonder ons geen meerderheid. Zonder ons geen liberale premier. Dat is heel simpel. En wij kunnen een belastingsverlaging doorduwen, die inzet op meer netto voor mensen, minder belastingen voor mensen die werken. Dat is nooit gezien. Ik ben daar ongelooflijk trots op. En ik leg er mijn partijprogramma naast. We hebben het al over de Fairtex en de schijven gehad. Maar als ik zie dat onder onze verantwoordelijkheid mensen niet alleen een 13e maand, maar bijna een 14e maand netto extra gaan krijgen, ja, dan ben ik daar ongelooflijk trots op. En ik wil dan gerust eventjes de tijd nemen totdat die realisatie er werkelijk is. Maar je hebt een visie. Ik heb een visie en ik verdedig die met verve. Ik geloof ook echt in deze tijd. Mensen zijn sterk genoeg. Geef ze dat netto zelf. En kies dan maar wat dat je doet. Hè. Wil je van 's morgens tot 's avonds whisky cola drinken? Hè, dan betaal je veel op de whisky en veel op de cola. Allee, het zal misschien plezant zijn, maar gezond kun je het niet noemen. Ja, dan betaal je meer. Ga dan een nieuwe auto kopen? Ja, kijk. Kies alsjeblieft welk model je leuk vindt. Het autosalon komt eraan. Maar besef wel dat als we met diesels gaan blijven rijden, op de manier waarop we dat de voorbije jaren gedaan hebben, ja, dat je hier de gezondheid, niet alleen van jezelf, maar ook van je kinderen, van je buren, van de omgeving rondom je, compleet naar de botten helpt. Hè. Vandaag ging het over foetussen, maar morgen kan het over jou gaan. Dat is dat ook al lang bekend, is dat diesel zo schadelijk is. En waarom nu pas, opeens, nu dat Volkswagen betrapt is op schommel software, nu pas, we moeten diesel gaan taxeren. Wel, er is geen direct verband tussen Volkswagen en de beslissing van de regering. Die zat al wel langer in de pipeline. En dat is een beleid wat wij de komende jaren ook heel duidelijk zullen uitstippelen. Ik ben ook een moeder van twee kinderen. Ik ben ook begaan met hun toekomst. En dan denk ik, er is niks mis met erop te wijzen dat je een aantal gevaren hebt voor de gezondheid, dat ons leefmilieu belangrijk is. En ik zal dat nooit doen zoals een radicale groene dat doet. Hè. Het leven moet nog plezant blijven, denk ik dan. En daar mag zeker nog iets in zitten. En ik zal ook zelf wel een whisky-cola drinken. Maar ik vind niet dat je als overheid moet zeggen, we weten dat het slecht is, en toch doen we er niks aan. Dat vind ik verkeerd. We zijn een hele negatieve lijst aan het overlopen, maar ook die suikertax. Ja, de positieve lijst ook, ik had er nog eens staan. Ja, de loonkosten omlaag, de personenbelasting omlaag, de zelfstandigen, de sociale bijdrage voor de zelfstandigen omlaag. 12% de vennootschapsbelasting. Dat ik dat nog durf te vragen. Maar je mag ook naar de 16% verwijzen uit andere peiling. Dus, die klopt niet. Dat is nog thans één die heel stabiel is. Nee. Ik wou gewoon vragen, maakt u dat ongerust, of is dat iets... Nee. En ik zou wel een hele slechte kapitein zijn als ik niet voor mij kijk en rechtdoor ga. Dat is gelijk autorijden, hè. Ik bedoel, als je met een auto rijdt... Autorijden is zoals peiling. Is dat vergelijk? Nee, een politieke partijbesturing is zo'n beetje zoals autorijden of fietsen of whatever. Ik bedoel, wat is de grootste fout van mensen die niet met een auto kunnen rijden? Dat is dat ze naar hun eigen stuur kijken of dat ze kijken naar wat dat er binnenin gebeurt. Nee, als je veilig wilt autorijden, moet je kijken voor u en wat er zou kunnen komen. Je moet je blik
richten naar de buitenwereld en niet naar, naar wat net voor u ligt. Nee. Wat mij eigenlijk opvalt in die peilingen, 12%, 16%, dat is veel lager dan 10 jaar geleden. En toch is er geen ruzie in uw partij. Wat is uw geheim? Want toen de VLD nog de grootste partij was... Wij schrijven er niet over, of we zeggen het niet dat er geen ruzie is. Laat ons zo eens zeggen. Valt heel goed. Nee, maar het is wel een terecht opmerking. Hè? 10 jaar geleden waren jullie de ruziemakers, of een aantal jaar geleden. Dat als Karel de Gucht nu een interview geeft over Guy Verhofstadt, zegt hem ook nog lelijke dingen, maar niemand merkt dat precies op. Maar kijk, dat is al een hele tijd geleden. En het heeft ook geen zin om achteruit te kijken. Als je aan het sturen zou je moet achteruit kijken. Dan hangt het tegen een boom. Dus nee, ik denk dat wij als partij op dit moment, en dan moet je gewoon voor naar de uitslagen kijken, we zijn de oudste partij van het land, met een ideologie die eigenlijk al sinds de verlichting op wachting maakt en waar ons land ook op gebaseerd is. En wat dat betreft voel ik me eigenlijk goed in mijn vel. We hebben fantastische jaren gehad met een aantal hele grote politici. En ik ben ervan overtuigd dat er de komende jaren opnieuw fantastische jaren voor ons zitten. Maar ik voel niet de onbedwingbare dwang om nu plots naar onrealistische cijfers in de peilingen te willen gaan. Ik voel me liever goed bij wat we doen, overtuigd van wie we zijn en waar we voor staan. En dat is uiteindelijk de hoofdzaak. Ik bedoel, ik kan ook morgen beginnen met iedereen achterna te praten. Hè. Ik zal mijn gazet open doen, zien wat er daarin staat. En dan herhalen wat dat de journalist in kwestie gezegd heeft. Ja, dat is niet aan politiek. Dat gevoel een klein beetje bij heel het asieldebat, dat jullie zo wat de mini-me van N-VA aan het worden waren. Hè? Van, ja, Bart Wever geeft de snok naar rechts eraan en dan volgen jullie. Dat is ook totaal onjuist. Wat ik zie in het... Dat is wel gezegd door een aantal mensen binnen uw partij. Ja, ook, nee, wat ik zie is dat men heel graag de dingen simplifieert. Hè? En de links-rechts tegenstelling is een tegenstelling die blijkbaar aanspreekt. Maar die de zaken ook gewoon fout voorstelt. Wat liberalen doen, is met hun eigen verhaal komen. En wij zijn niet onder ene noemer te vatten. Kijk naar wat er in Canada vandaag gebeurt. Hè. Ik ging natuurlijk, dat is eigenlijk het tegendeel van de peiling. Hè, want een aantal dagen ervoor leek het helemaal niet alsof het zo'n landslide ging worden. Ja, maar op voorhand niet weten wat dat een uitslag in Canada ging zijn, dat wist ik ook niet. Maar het is wel dezelfde vibe waar we op zitten. Dat is heel duidelijk een positieve keuze. Je voelt opnieuw in die veranderende tijden op dit moment dat een linkerzijde in gans Europa de mensen bang maakt voor economische verandering. En eigenlijk vasthoudt aan patronen zoals we die kennen van vroeger. En nog eens... Begrijp ongerustheid. Het is nooit leuk als je een sector helemaal op zijn kop ziet staan. Als er jobs verdwijnen, dat is, kan zeer beangstigend zijn. Maar het heeft geen enkele zin om vast te houden aan wat was. Omgekeerd, je verwijst er zelf naar. De nationalisten, maar eigenlijk ook extreem rechts, maakt mensen heel erg bang voor de manier waarop de samenleving zal veranderen. Liberalen doen dat per definitie niet. Wij kiezen voor optimisme naar de toekomst toe. En wij zeggen, goed, weten wat, het verandert. Hè. Of dat je daar nu over klaagt, over weent, op straat komt, van je oren maakt. Je doet je eigen er alleen maar nadeel mee. Want de wereld verandert toch. En wij zijn hier geen eiland waarmee we die verandering de komende jaren gaan buitenhouden. Dus misschien kunnen we die energie gaan investeren in hoe maken we van die verandering verbetering. En ik wil dat toch wel eens zeggen om op het standpunt van de vluchtelingen te komen. Ik zie twee grote lijnen. Hè. De ene lijn is, hou ze buiten. Wat dat niet kan. Hè. Dat totaal niet realistisch is. We willen die mensen niet. Hè. Heel fors verwoord ook door het Vlaams Belang. Maar ook door anderen. Aan de andere kant krijg je een soort... Oh, wij zijn menselijk. Fantastisch, fijn. Maar als je dan vraagt, en wat zijn uw oplossingen om samen te leven, is het antwoord nul. Allee, ik wil er toch eens even op wijzen dat wat ik de socialisten, om het mijn naam te noemen, tot nu toe heb horen voorstellen. Dat is, we willen tijdelijke opvang aan de buitengrenzen. Allee, met veel respect, hè. Maar mensen die hier zijn, die erkend worden als oorlogsvluchteling, die gaan hier blijven. En dan lees ik vandaag in de krant, en dat is dan toch wel wetenschappelijk onderbouwd, dat wij een groot probleem hebben om de talenten van mensen die hier nieuw aankomen in onze samenleving, om die te benutten. En dan zijn we eigenlijk dikke stoemerikken. Want die voordelen, die talenten die mensen hebben, die spelen ook in ons voordeel. Ja. En
Tom van Grieken zegt dat, ik vind dat niet eerlijk, want mijn bomma heeft 1000 euro pensioen en weet wat dat kost om de vluchteling op te vangen. En dan zeg ik, kijk, als je die vluchteling kunt laten werken en laten bijdragen aan onze samenleving, dan betaalt ze het pensioen van uw bomma. Dat is de realiteit. Allee, wij moeten ervoor zorgen dat we de talenten, dat we mensen sterk genoeg maken om deel te nemen aan onze samenleving. En dat we daar niet bang van zijn. Maar dat vraagt wel, en daar komt waarschijnlijk het misverstand vandaan, dat vraagt wel dat je zonder taboe gaat kijken naar wat werkt er nu wel. En als ik dan hoor zeggen, ja oké, er komen hier mensen binnen en we gaan niks veranderen, we gaan het niet anders doen, we gaan alles laten zoals het was, maar dan geef ik je op een papiertje, dan zitten we weer binnen 10 jaar terug en dan is de voorpagina van de krant binnen 10 jaar dat het toch een schande is dat mensen met een migratieachtergrond in ons land niet aan de bak komen. Opnieuw, ik weiger op die manier aan politiek te doen. Ik ga mijn ogen daar niet voor sluiten. Dus ik nodig eigenlijk alle partijen uit. Denk eens out of the box. Probeer eens te kijken welke remmen op werk, bijvoorbeeld, moeten we opheffen om mensen een echte kans te geven. Ik ga 2 voorbeelden geven. Heel concreet. Dat voorbeeld van nachtarbeid, wat ik daarnet gaf. Mm-hmm. Dat is... arbeid, zelfs als je de taal niet 100% spreekt, hè, weet je hoe dat je een pakje moet inpakken dat kan verzonden worden, zoals Wouter Verschelde vanavond iets bestelt dat hij dan morgen vroeg in zijn bus heeft. Liefst, hè? Dat kan hier niet. Moeilijk. Mag niet. We mogen 's nachts niet werken. Heel veel van die nieuwkomers, hè, willen wel 's nachts werken. Mm-hmm. Waarom mag dat niet? Tweede voorbeeld, de horeca. Overal ter wereld is de horeca een sector waar dat je met laaggeschoolde arbeid op een vlotte manier in de arbeidsmarkt kan komen. Weet je wat? Hier is niet te betalen. Gewoon niet te betalen. We nemen nu gelukkig een aantal maatregelen om dat beter te maken. Maar dat zijn in alle andere landen, neem Duitsland, neem het Verenigd Koninkrijk, neem de Verenigde Staten van Amerika, zijn dat plaatsen waar nieuwkomers binnenkomen en ze vertrekken natuurlijk met een achterstand. Je kent de taal niet, je kent de cultuur niet, je kent de gewoonte niet. Maar door te werken, door tussen de mensen te staan en door in die samenleving te staan, werk je je weg naar boven. Als wij zeggen, je mag hier wel komen, hè, en we zijn lief en menselijk, hè, maar mogen hier werken? Nee hoor, je krijgt geen uitkering en blijft daar nu maar eens 10 jaar in die uitkering zitten en na 10 jaar gaan we zeggen dat het gefaald is. Hoe zat dat trouwens met je persoonlijke... Ik word daar hoor ik fel van. Ja. Ik word daar heel fel van. Zat dat met je eigen plannen om een koffiebar te beginnen? Is dat ondertussen concreet geworden? Of, ja. Omdat je toch over horeca begon? Dacht, ja. Dat is het plan van mijn man, ja. Ja. En die is er ondertussen. Dus ja. Dat is... KMO in de praktijk, met de nadruk op K van klein. Ja, dus je zegt tegen je dat ik kom aan, zorg een keer dat we wat goedkoper personeel kunnen. Of, nou, we hebben nog geen personeel, nee, hè, ja. Dus hij doet dat alleen. Ja. Maar zo zie je wel in de praktijk op welke obstakels je stuit, hè, uh-huh. en dat initiatief nemen. Het gaat al gelukkig al veel beter in ons land. Maar er zijn altijd heel veel regeltjes die in de weg zitten en die een creatief idee belemmeren. En sta je dan zelf ook koffies te maken? Ik heb dat deze zomer gedaan, maar ik heb daar eigenlijk nu niet zoveel tijd meer voor. Ja. Maar ja, als ik binnenkom, help ik wel. Ah, ja. De meewerkende echtgenoten. Ja, zo kan je het noemen. Maar ik ook nu de discussie in de horeca over... Moeten we bijvoorbeeld snacks al dan niet... Is de croque monsieur nu al dan niet? Ja, is de croque monsieur nu een snack? Allee, kijk. Nu kunnen wij als overheid gaan een lijstje bepalen met wat een snack is en wat niet. Mm-hmm. Okay, ik ga je nu een voorbeeld geven. Wat is... Dat is toch wat Jongen van Overtveld ging doen? Wat we zullen zien. Ik begrijp dat je een gelijk speelveld nodig hebt. Dat begrijp ik zeker. Ja. Maar we moeten toch ook opletten dat we geen creatieve horecavormen ontmoedigen. Want als wij in de wet moeten gaan bepalen hier in Brussel wat dan een snack is, maar morgen is er iemand die met een eigen zaak begint en die een heel tof product op de markt brengt, zal het dadelijk concreet maken. En dat staat niet in dat lijstje, Wouter. Dan heb je wel problemen met de sociale inspectie, hè? Mm-hmm. Allee, ik geef... Als we nu zeggen, kaas is een snack. En een croque monsieur is een snack, want dat kennen we. Maar morgen komt er iemand die zegt, weet je, ik kan op een heel leuke manier, ik kan spruitjes krokant maken en een beetje karamelliseren. En dat is ongelooflijk lekker bij een pintje. Versta de babas. De tapas voor bij bieren. Wat als die niet in dat lijstje staan? Ja, dan hebben wij een probleem. Ja, dus allee, kijk, daar moeten we overreglementering echt... Overreglementering. En ik snap het probleem heel goed.
Ja, je wilt... Maar wat zeg je dan van blijf eraf? Wat ik wil zeggen is, we moeten veel meer naar principes in plaats van overreglementering. Dat werkt bijvoorbeeld in de ganse toeristische sector compleet contraproductief. Daarmee heb je mensen die er professioneel mee bezig zijn, geef je een nadeel. Want die moeten bij wijze van spreken, als ze een kamer inrichten, moet de lavabo zoveel meter van het bed afstaan. Hè, en moet een doorgang groot genoeg zijn. En ondertussen zeg ik, ik ben met thuis, weet je wat, mijn kinderen zijn er niet, mijn kamer is er, kom maar bij mij slapen. Ja, allee, dat kan toch niet op die manier. En wat je niet kan doen, is zeggen, dus gaan we Airbnb verbieden. Want dat bestaat in gans de wereld en dat zal ook niet ophouden. Ja. Dus moeten we, denk ik, terug wat meer vertrouwen hebben in mensen die het wel doen. En gaan naar dingen die er echt toe doen. Brandveiligheid bijvoorbeeld, dat doet er echt toe. En zo zijn er nog dingen in de samenleving. Verkeersveiligheid, dat doet er echt toe. Gezondheid, dat doet er echt toe. Maar geen regels over smaks in de horeca. Maar geen, ja, geen... Ik wil het debat erover aangaan, hè. Maar ik vraag gewoon... Zorg dat we daarmee ook de creativiteit niet doodpitsen. Want dan zijn we het omgekeerd naar doen wat we zouden moeten doen. Waarom zou het principe dan niet gelden voor de openbare omroep? Want ik hoorde nu minister toch vorige week zeggen van... Oei, oei, dat interview met die Syriëstrijder zo'n overeenkomst met de VRT nog eens moeten aanscherpen. Ja. Nee, dat heeft hij niet gezegd, hè. Dat interview... Nee, dat interview met de Syriëstrijder, daar was eigenlijk... Vanuit dat standpunt gekeken, niks mis mee. Mm-hmm. Daar ben ik heel formeel over. Ik bedoel, het is niet omdat iemand een andere mening heeft en een atypische zo, mening. Zo had ik het toch niet verstaan van uw minister. Hè? Dat, jawel. Ja. Maar, en dat zijn de regels die de VRT zichzelf heeft opgelegd. Als je iemand uitnodigt met een volledig geradicaliseerde mening en dat forum geeft, moet je er wel voor zorgen, dat is dan informatie, moet je er wel voor zorgen dat daarnaast er ook duiding volgt. En kan je daarna er ook voor zorgen dat er opiniëring volgt. Maar dan moet je de drie stappen doen. Als je dat forum geeft, is er ook duiding nodig. En heb je daarnaast ook tegenstemmen nodig die een opinie, die dat duiden en kaderen. Als dat niet gebeurt, ja, dan zegt iedereen, hoe is dat mogelijk? Maar ik geef het voorbeeld van Louis Theroux op de BBC... Mm-hmm. Ja, ik weet niet of je die uitzendingen al eens hebt gezien, maar die dan gaat bij de Klokkluksklein. Bij de Klokkluksklein. Ja, en dan zegt hij, die interviewt daar mensen waar dat je echt van denkt. Wat zeggen die nu? Ja, en gelukkig maar denkt hij dat ook als kijker, hè? Allee, ik geloof dat ook nog wel opnieuw mensen sterker maken dan dat mensen dat gezond verstand geeft om te zeggen, wat een zot is dat? En dat je dan wel de vraag stelt, ja, zou zo iemand niet beter hulp krijgen? Akkoord. Maar een openbare oproep moet dat wel kunnen brengen. En dat is het principe van Voltaire. Ik moet het niet met u eens zijn, maar je moet wel de kans krijgen om het te zeggen. Ik ben daar ook niet bang van. Hè. Ik denk ook niet dat mensen met zotte ideeën plots iedereen beginnen besmetten. Maar alle bakkers. Voor wie kwetsbaar is... moet je er daarna wel de duiding bij zetten en moet je de tegenstem ook laten horen. En dan heb je woord en wederwoord. En dat is wat we op ons congres ook gaan doen. We komen met een stelling, je kan daarvoor zijn, maar er zijn misschien ook argumenten tegen. En dat zijn we een beetje kwijt in onze samenleving. Discussie. Van te gronden te discussiëren over de inhoud en niet over wie heeft het gezegd en wat is het spektakel van de dag. Noem nog eens een voorstel dat we echt absoluut moeten kennen dat in dat congres gaat zitten, dat vernieuwend is. Want ik veronderstel dat je zelf toch ook dingen gaat... Tuurlijk, wij vertrekken telkens met 5 startstellingen per thema. En dat zijn startstellingen. Thema's zijn de economie, zoals ik al zei. Iets concreets met alleen. Ja, ik ga er dadelijk toe komen. Daarnaast politiek en daarnaast de samenleving. Wat ik bijvoorbeeld denk, als we over fiscaliteit nadenken... in de nieuwe tijd, is dat we niet meer gaan belasten op basis van arbeid, ook niet op basis van bezit en zelfs niet op basis van toegevoegde waarde. Dat zijn concepten uit een vorige tijd. Als onze samenleving straks digitaal loopt, dan denk ik dat je naar een belastingssysteem gaat op 2 basissen, op 2 pijlers. Het ene is de transacties. Heel veel transacties. Ik koop, ik verkoop, ik betaal, ik koop, ik... doe een beweging en die wordt digitaal geregistreerd. En dan heb je een mini-belasting op een maximaal aantal transacties. Dat is BTW dan eigenlijk? Nee, dat is geen BTW. Nee, BTW is een belasting op toegevoegde waarde. Ik heb het puur op de transactie. Okay. Ik betaal. Ik kan morgen betalen met mijn telefoon. Ik kan morgen betalen online. Ik betaal met een app. Dat zijn transacties. Als ik dat digitaal doe, is dat ook geregistreerd. Ja? Ja. En op het moment dat transacties in ons land digitaal zijn,
En dat is een kwestie van tijd. Dat is niet voor morgen, hè. Alle duidelijkheid, dat gaan we niet morgen kunnen invoeren, maar misschien wel binnen 5 of 10 jaar. Okay. Dan zou je een mini-belasting moeten nemen van 0,00, ik zeg maar wat, heel laag, maar wel op een groot pakket van transacties. En dat is je basisfinanciering. Daarnaast heeft fiscaliteit nog een tweede doel, en dat tweede doel is om te sturen. Milieu, gezondheid. Verkeer. En dat is de tweede richting. Maar dan heb je niet tot doel om opbrengsten te hebben, dan heb je tot doel om een betere samenleving te maken. Dus dat is iets waar ik... En op basis van die twee kan je heel systeem financieren. Dat is iets waar ik perfect van weet dat we dat morgen niet kunnen. Ja. Ja? Dus we zijn in deze regering de belastingen aan het hervormen, eenvoudiger aan het maken. En mijn principe is nu, doe het aan de bron en doe het bevrijdend. Dat zit helemaal in die filosofie. Als je iets aan de bron kan afhouden, heb je geen ambtenarenapparaat nodig dat alles gaat controleren. Ik zal er nog iets bovenop doen. Ik begrijp niet waarom wij in dit land nog werken met een aangifte en een aantal maanden later een aanslag. Dat is compleet onnodig en overbodig. Ja, want je doet je een tax on web, je zet daar alles in. Ik bedoel, ja, dat is ingewikkeld, maar eerlijk gezegd, uw iPhone, hè, is binnenin ook ingewikkeld. Hè, maar niet als jij hem gebruikt. Als jij hem gebruikt, heb je een vinger. Er is geen zinnige mens die zelf zijn belastingen kan invullen. Ja, maar dus daar kunnen we wel voor zorgen dat de back-office ingewikkeld is, alhoewel de wereld is ingewikkeld. Mm-hmm. Maar uw front-office zou simpel moeten zijn. Dus je pakt Taxon Web, gevoerd in wat dat je hebt, een deel moet al ingevuld zijn op voorhand. Jawel, en dan krijg je het bedrag dat je zou moeten ofwel bijvoorbeeld betalen. En dan schrijf je dat over. Waarom is het nodig dat je een aangifte doet, dat dat vervolgens naar een ganse administratie gaat, dat die dat allemaal berekenen, dat die je dan een aanslag sturen, dat je dan daarna die aanslag betaalt, dat men achteraf opnieuw komt controleren. Allee, daar zitten heel veel bewegingen bij die daar voor mij niet thuis horen. Dus sla die beweging over, doe aangifte en aanslag in één beweging en waar het kan, hef aan de bron, dan heb je al helemaal niks nodig en ga dan, van mijn part, statistisch en doelgericht controleren. Dat lijken mij oplossingen in de nieuwe tijd te zijn en niet in het verleden, waar dat we dan moeten zeggen hoeveel ambtenaren hebben we nu nog nodig om bijkomende controles te doen. Je moet gaan controleren daar waar je denkt dat het zit en niet tijd en energie en mensen en geld verspillen aan een oefening te doen die voor 90% overbodig is. Het zal u verbazen, hè? Het grootste deel van de mensen, hè, betaalt zijn belastingen correct. Ja. En de fouten die daarop gebeuren zijn marginaal. Dus als we dus al die inspanningen zouden gebruiken om te zorgen dat diegenen die het niet goed betalen, dat we daar gaan controleren. Nou, dat vind ik nu gezond verstand. Dat is behoorlijk radicaal wel, hè? Dat is feller als dat Vivant ooit geweest is over belastingen, denk ik dan, hè? Alles via transacties. Ik vind het een heel... Het zijn twee dingen. Ja. Het eerste is, zolang we nog in dit systeem zitten, doe het aan de bron. Doe aanslag. En, dus aangifte en aanslag in één beweging. Mm. En spaar je daar gigantisch veel mee uit. En evolueer op termijn naar een systeem dat dus aan de bron een minimale transactietax afhoudt, waarmee je eigenlijk van heel veel miserie verlost bent. Ik ga het heel nog eens concreter maken. Probleem met BTW. En dan kunnen we 30.000 ambtenaren naar huis sturen. Naar huis sturen, die zullen andere dingen kunnen doen. En diegenen die wel de controles doen, gaan veel meer gericht kunnen werken op werkelijke fraude. En niet op het controleren van mensen die eigenlijk misschien gewoon een fout financiën hebben gemaakt. Jullie hadden moeten in plaats van Johan van Overtveld. Misschien nog, hè. Maar ik vind dat Johan doet dat goed. Maar, ja, doet hij dat goed? Ja. Ik bedoel, dus een nieuwkomer in de politiek. Het zal niet iedereen gegeven zijn om dan snel op je boot te komen. Ik vind dat het voorstel van die transactietax een beetje piratenpartijachtig klinkt. Maar dat is toch positief voor u? Nee. Ja, ik vind dat positief. Voilà. Positief. Hij gaat straks trots met zijn bouwen. Ja, dat overtuigd. Ik zie het, die partijkaart, dat gaat uitkomen. Goed, ik heb geen vragen meer, Tim. Maar jij als liberaal misschien nog... Ja, wel, ik zat wel nog met één vraag... Een bezorgdheid bijna, voor mijn medeliberaal. Ja? Je zet zeer hard in op jobs. Je zegt van, wij gaan die niet creëren. Nee. Die moeten vanzelf ontstaan. Maar wat als die jobs er niet komen op het einde van deze regeerperiode? Dan hebben jullie niets. Dan heeft de N-VA het communautaire, CD&V het sociale. Dat is nog minder dan niets dan. Mogen we dat opschrijven? Ja. Ook voor de volgende leeftijd. Dat zit in de frigo, hè. Ja, bon, maar de volgende verkiezingen komt er misschien weer uit. Dat zullen we dan nog wel zien. Allee, dat is mijn ding niet.
Ik zie dat we een echte federale regering hebben die gebaseerd is, voor het eerst sinds lang misschien, echt op een project en op ideeën die we samen delen en niet zozeer op de taal die we spreken. En dat vraagt ook iets van politici. Dat vraagt dat ik ook interviews doe in Le Soir en ook uitleg waar wij mee bezig zijn, bijvoorbeeld. Maar dat is federalisme. En dat is misschien ook nog eens een voorbeeld voor Canada. In Canada heb je ook een echt federalisme, ik geloof daar. Kent u hem trouwens, Justin? Niet persoonlijk, maar ik heb hem nu gezien. Foto, ik zou hem wel eens willen leren kennen. Dacht het, ja. Ja. Maar jullie hebben toch zo'n internationale congres? Ja, zeker. Dus dat zal er wel van komen. Maar onze directeur van onze studiedienst is getrouwd met een Canadese en heeft ons al heel lang en ruim op voorhand ook geïnspireerd in die richting. Vandaag dat positivisme. Maar om op uw vraag te antwoorden... Kijk, vandaag zijn er meer mensen aan het werk dan ooit tevoren. Dat is een feit. En dus dat is niet het aanvoelen. Hè? Hetzelfde geldt, negatief nieuws verkoopt goed. Beter dan positief nieuws. Maar als ik kijk naar alle internationale factoren, over mensen die toegang hebben tot onderwijs, over mensen die op de arbeidsmarkt bezig zijn, over de manier waarop we armoede wereldwijd aan het bestrijden zijn, dan is het nog nooit zo goed gegaan. En ik begrijp best dat ik daarmee inga tegen een algemeen negatief aanvoelen, maar feiten zijn feiten. En ik wil niet op de markt gaan staan met slecht, slechter, slechtst. Laat dat maar aan anderen, die zijn daar beter in. Ik ga voor verbetering. Ze zouden eigenlijk beter wat communicatieadvies gaan geven aan Annemie Turkenboom, dacht ik, als ik nu bezig word. Die gaat dat zelfs in het parlement zijn. Die gaat dat ook. Ja, okay. Die heeft de moed om puinhopen op te ruimen en zo hebben we ook politici nodig. Ja. Oké, okay. Gwendoline Rutte, hartelijk dank.